we hadden het net natuurlijk al een beetje over viraal gaan. Ja. Zou jij alles doen om viraal te gaan? Wel veel. Mm-hmm. Maar wat is alles? Ja. Nou, daar moeten we nog even achterkomen. Want we gaan even een spelletje spelen. Oké. Okay. Jij krijgt van ons een paar stellingen. En dan moet jij zeggen of je dat zou doen om viraal te gaan. Oké. Okay. De allereerste stelling. Ik zou drastische veranderingen maken aan mijn uiterlijk om viraal te gaan. En dat is... Je hoofd kaal scheren of... Je hele lichaam vol tatoeëren. Mijn hoofd sowieso niet. Tatoeages ook niet. Ik heb er één en daar ben ik gewoon blij mee. Oké. Okay. Maar ik hou wel, als een man tatoeages hebt, dat vind ik wel echt sexy. Ja, ja? Dat kunnen we allemaal wel beamen, denk ik. Ja. Oké, okay, dus je uiterlijk zou je... Nee, niet gaal. Okay. Wel pruiken of zo, dat vind ik gewoon gaaf. Maar en niks definitiefs. Nee, precies. Je moet wel nog jezelf blijven. Ja, vind ik belangrijk. Oké, de volgende. Fake news de wereld in verspreiden. Dus een leugen. Ja. Ja? Ja. Maar wat is de grens dan bij jou als je zou moeten liegen? Maar er gaan sowieso wel allemaal roddels of fake news zo gauw de wereld in. Mm-hmm. Maar vanuit jezelf? Dus stel vanuit mezelf, oei. Dus puur om viraal te gaan. Dus je bedenkt gewoon iets van, weet ik veel. De zwanger van die en die. Ja, zoiets. En dat blijkt dan dus helemaal niet zo te zijn, want heb je gewoon puur gezegd voor... Ook. Nou, zou je dat doen? Misschien een grapje van, oh, ik ben zwanger, maar dan dag daarna niet. Maar ik zal niet echt definitief een naam zeggen dat ik echt zwanger. Ja. Dat denk ik, dat zover niet. Dus je bent wel voorzichtig met wat je naar buiten brengt. Ja, wel voorzichtig. Wat je zegt. Heb je wel eens fake news de wereld in gebracht? Even nadenken. Ja, ik zie jou glunderen. Ja, ik even nadenken. Ik kan niet zo 1, 2, 3 het opnoemen, maar... Mijn zus was zwanger. Toen had ze zo een kaartje van... ik kom er bijna aan of zo. Dus ik had het geplaatst. Mensen dachten dat ik zwanger was, maar mijn zus was zwanger. Oh echt? Maar ik had en ze hebben dat gewoon gelaten? Ja. Ja, je laat het altijd dan een beetje Het is wel slim. Dat was het eigenlijk. Oké, goeie. Volgende. Ja, een fotoshoot doen voor in de Playboy. Als het heel classy is en niet naakt, is het oké. Okay. Maar ik zou nooit naakt gaan. Nee? Niet leuk. Nee. Maar ik moet zeggen, ik vind meestal Playboy, zelf zou ik het niet doen, maar ik vind wel... dat het sowieso dat blad best wel oké is, zeg maar. Het is niet zo ordinair. En stijlvol, juist. Ja, precies. Ja, niet naakt. Ook niet voor een miljoen? Nee, ook niet. Nee? Voor mij is voor mij. Ja, oké. I would. Ja, voor een miljoen zou ik, Ik zou inzetten op 2 en dan zou ik zakken naar 1 miljoen. Vies! Zo heftig. Hi! Iedereen ziet het. Maar iedereen heeft toch blote tieten, iedereen heeft een blote reep. Boeit toch niet? Maar dan. Playboy is echt alles, hè. Je moet je echt met je benen wijd poseren. Nee, dat alles. Is niet meer. Nee, ze hebben wel. Oh, dus dat ja, vroeger was dat zo, maar nu, nou ja, goed, is het wel. Oké, dat doe ik het ook. Ik sluit bij. Oké, nou. Playboy gaat, binnenkort met z'n drieën. Playboy hier, 3 miljoen, heb je 3 mooie chicks. De volgende. Even kijken. Veld oprennen bij een voetbalwedstrijd. Ja. Maar echt crash, hè? Dus ja. Echt... ja, dat zou ik wel durven. Er waren ook plannen voor, maar toen had ik gekeken dat je... Wat de boete was? Grote boete kreeg. Was niet waard. Stadionverbod. Kan ik nooit meer voetbalvrouw worden? Wil ik ook niet. Maar voor de zekerheid. Voor de zekerheid. Je weet maar nooit. Shit, maar je weet nooit of je een keer binnenkomt bij Ajax. Bij iemand. Ja, sorry, mijn vriendin kan niet mee zeggen stadionverbod. Wat heeft ze dan gedaan? Ja, super. Maar wat is die boete dan daarvoor? Volgens mij rond de 15.000 euro. Ligt er aan welke club je bij doet. Amsterdam, Ajax is volgens mij een grotere boete. In plaats, zeg maar, FC Utrecht. Maar je wilde het dus wel doen. Ja, maar ik heb alles uitgezocht. En volgens mij kon je zelfs een celstraf krijgen. Dus. Maar hoe kom je op het idee om te bedenken van... Hey, ik ga een voetbalwedstrijd crashen gewoon. Of was het je moeders idee? Volgens mij mijn management idee. Oh ja, echt? Ja, want ik had contact met iemand uit Amerika en die had het gedaan. Mm-hmm. Zijn vriendin had het gedaan en zijn moeder toen ook. Oh, van ja. It's a family thing, ja. En ik had contact met diegene. Ja. Yeah. Zo van, ik wil het ook doen voor jou. Misschien ergens in Madrid bij een Champions League wedstrijd. Maar toen zagen we die straffen en zo. Nee, wat wou je dan aantrekken? Gewoon bijna niks, gewoon string of zo. Ja. Gewoon in string? Ja, wel een topje of zo. Ja, tuurlijk, wel bedekt, maar wel... een mooie badpak. String badpak. Okay. Ja, ik vind het gedurfd. Ja, dat is wel jammer dat het niet doorgegaan is. Nee. Misschien ooit, misschien bedenken we ooit. Ja, ik weet nooit. Misschien wil iemand wel investeren. Zeg, nou, ik betaal het wel. Ik betaal de boete. Ja, ik ga wel zitten.